Dat is wel jammer, hè, dat alle auto's nu elektronische handrem hebben. Kan dus gewoon, hè? Gewoon de handrem vasthouden. Oh, maar had je wel een dikke sportwagen bij je, zeker. Hier, kijk dan. Turbo D. Het is toch gewoon een zwarte D, hè? We hebben ook nog een rode D misschien. Hoi. Zo'n insignia, die knalt hem er even in. Nou, voor de wetenschap, dit kan dus. Wat gaan we hier doen? Schuurpapier halen. Schuurpapier. Waarom hebben we schuurpapier nodig? Door onze actie van net. Dit gaan we ook alleen uitzenden als het een beetje opgelost krijgt. Dat is dan wel weer leuk, hè? Dat je, anders dan komt dit over 5 jaar. Dus dit is nu 26 juni 2017. Anders krijg je dit in 2022 een keer te zien. Als we weer heel veel goede dingen over Opel hebben gezegd. Maar we moeten iets met die banden. Want we hebben kleine slijtspoortjes erop gemaakt. Dus we gaan met schuurpapier het oplossen. Top tip. Hier hebben ze schuurpapier. Ja, fijn. Grof. Misschien moeten wij vragen iemand wat voor schuurpapier je moet hebben voor autobanden. Gewoon grof? Goed, zal ik even je vingers doen. Je bek kan houden, zo grof. Ik denk gewoon 80. Grof. Of heb je thuis nog een andere schuurpapier nodig? Ik schuur niet zo vaak banden, althans alleen met asfalt. Of een schuurblokje. Ja. Ik denk papier handig is. Bonnetje niet mee, als het niet werkt. Nee, ik moet het bonnetje niet mee. Doe zonnebril wel. Wel altijd bescherming opdoen, hè, voor je ogen als je gaat schuren. Als je bij de Gamma kun je ook prima terecht voor je auto-onderhoud. Gamma, onze favoriete bouwmarkt. Gamma, we hebben echt alles. Hé, hey, kijk wat een mooie Gamma-vlag hier bij deze Opel Insignia. Maar hoe vind je nou de goede plek op de band weer, terwijl die zo staat? Dit was een plan, niet? Ja, jij was er goed in. Meneer, wat bent u aan het doen? Nee, neem ze even een band aan het schuren. U bent wat? Neem ze even een band aan het schuren. Moet je hem nou niet helemaal rondom doen, dat hij overal gelijk is? Ja, dat zou wel. Dat is een klein stukje achteruit. Hè. Ja, nu zit hij echt precies hier. Ook aan de binnenkant, hè? Maar wel tof dat je die tip hebt gekregen van Coronel. Hoeveel seconden scheelt dit nou ongeveer op Zandvoort? Het is 10 seconden. Ik had een mesje nodig. 10 seconden op Zandvoort. Die band schuurt bij de Gamma. Je had vooral altijd een Gamma Racing Days. We hebben dit al een andere dimensie aan. Maar dit is natuurlijk meer grip op die achterbanden, dat helpt met remmen en met sturen. Ja. Potentieel, dat echt wel een flink scheelt in de rondetijd. Ja. Hoe testen we nou of het geholpen heeft? Een stukje snelweg rijden en kijken of het geluid... Oh, op de snelweg kon je het merken? Ja. Waaraan dan? Aan de herrie. Herrie? Ja, een beetje... Zo. En dan niet dit. Dit is gewoon een dieselknorretje. Een beetje zagend geluid. Er zijn banden gekupt. Omdat zijn niet, stap je in ze of zijn niet gaat gekupt, het trein ze terug naar zijn je auto? Geslipt. Hey, ik hoor die banden niet echt meer zo. Nee, hè? Ondanks al op de snelweg zijn. Opgelost, denk ik. Oh, wacht. Oh, we staan stil. Denk je dat het geholpen heeft, schuren? Nee. Is je eerste indruk? Nee. Nou, nee, we gaan zo rijden. Ga rijden, ja. Zal ik even de ventilatie wat zachter zetten?
nieuw hoor je eigenlijk alleen maar zo'n stomme turbodiesel. Wat een nee. Dus van die vrachtwagen. Als je langzamer dan 20 rijdt, dan hoor je niks. Ja, dat voel je toch wel, hè? Oh, 35 begint het. 50, oké, okay, ja. Dat is wel grappig, want de afdekking van het schuifdak rammelt mee in hetzelfde ritme. Niet grappig. Ik heb gewoon banden kapot gemaakt. Oké, okay, maar dus schuren... En daar voel ik me dan schuldig over. Ja, dat is eigenlijk best raar. Maar schuren heeft geen zin. Nee, nu hoor je, kijk. Oh ja. Dus, maar wat beter is, als we gewoon iets harder nog gaan rijden. Nee, bij 120 hoor je het vrij goed in een bocht. In een bocht hier. Nou. 50 nog steeds een hele auto's voor mij. Dat is jammer. Proberen ook te bedenken hoe je dit gewoon alleen met een auto zou kunnen oplossen. Maar dan moet je banden en zo gaan wisselen en dan burn-out maken. Wat op zich niet kan, want dan moet je weer die handrem aantrekken. En dan gaan dus. We zouden eerst wielen moeten wisselen. Dus de achterwielen naar voor en dan burn-out maken. Want dat slijt natuurlijk mooi af. Alleen dan verziek je weer de voorbanden, zeg maar. De voorbanden die voorheen voorzetten. Dus er is gewoon geen. There's no way out. Hadden we eigenlijk al uitgelegd hoe het ongeveer gekomen is? Wel een nee. Eerst uitleggen. Martijn vroeg zich af. Oh ja. Ik wil altijd alles weten inderdaad. Ja, Martijn dacht de consumententest. Kijk, we hebben een elektronische handrem. Hè. Dus heb je dan meer of minder functionaliteit? Met een knopje. En een knopje, dit knopje. Je moet er niet aan zitten nu, want dan gaat hij ook weer wat doen. Wat er gebeurt als je daar aan trekt, als je gewoon rijdt? Nou, dan gaat hij remmen. Geeft wel een waarschuwing zo, maar dan remt hij in principe op alle vierde wielen, volgens mij, voor zover we kunnen voelen. Het zou natuurlijk, als je onwel wordt, dan kan Martijn nog de auto tot stilstand brengen. Dat is op zich heel fijn en zo, denk ik. Toen we stilstonden, dacht ik, goh, ja, zou ik dan nu een burn-out kunnen maken? Vraag ik toch gewoon even hard op, maar nou, dan gebeurt er niet zoveel, want dan heb je gewoon best wel goed grip. En toen dacht ik, ja, als ik hem de elektronische handrem aanzet, probeer weg te rijden, nou, dan lost hij hem gewoon en rij je weg. Maar als je het knopje aangetrokken houdt, dan remt hij nog steeds en rij je wel weg met een soort burn-out makend achtig ding. Zij dachten dat die twee mooie zwarte strepen daarvan waren. Maar die waren dus van de achterbanden. En nu hebben we dus flat spots, ofwel van die platte kantjes, op de achterbanden. Inclusief zo'n mooi zaagtandprofieltje. Dat is dan gekupte achterbanden feitelijk. En als je je afvraagt hoe dat klinkt, zal ik nu even mijn mond houden. Zo klinkt dat. Dan hoor je een beetje zo'n zagend geluid. Dus als iemand weet hoe je dat onder het rijden zelf op kunt lossen zonder Opel te hoeven bellen, dan zou dat graag in de comments horen. Ja. PS, we vragen dit voor een vriend van ons. Kijk, ik rij nu 120 is heel erg, 130 ook heel erg, 140 lijkt het al minder te worden, 150. Het idee dat boven 170, nou, het wordt niet echt minder, we kunnen ook niet echt veel harder doen. Maar het is bij 120, 130 is wel het ergst. En onder de 20 hoor je het eigenlijk niet. Nee, maar dan voel je wel een beetje zo. Er zit toch gewoon iets op de lens van, ja. Dus eigenlijk was het gewoon niet een heel goed idee. Nee, het was niet een goed idee. Maar wel een echte topauto, hè, die Insignia, die nieuwe. Echt zo'n ontzettend goed ding. Ik begrijp dat we nu ons leven lang Opel erg positief moeten benaderen. Om het weer een beetje goed te maken voor die ene achterband. Ik heb ook het idee dat alleen de rechter achterband echt heel problematisch is. Links voelen we het niet heel erg meer en het lijkt ook meer van rechtsachter. Ik versta je niet helemaal. En wij 120. Wel fijn hè, dat minister Melanie Schultz het allemaal verhoogd heeft naar 130, want bij 130 is het ietsje stiller hè. Maar we moeten dus niet positief doen over gamma, want dat heeft dus niet geholpen. Nee, die gamma schuur papier is echt helemaal kloten als je je gekupte achterbanden wil opschuren. En misschien hadden we gewoon zo'n schuurmachine moeten kopen. Ja, maar die had weer niet ertussen gepast. Oh ja. Dus dit is gewoon niet op te lossen. Dat is nu de conclusie. Een nieuwe band. Minimaal één nieuwe band. Misschien twee nieuwe achterbanden. En dat allemaal voor de wetenschap. Ja, maar voor de wetenschap. Zodat jullie dat niet hoeven te doen. In de auto.
Behalve bij je huurauto, maar dat heb je niet van ons.